Tijd voor de giveaway, de prijsuitreiking van dit prachtige mooie mini-schortje voor onze kleine grillsterretjes, de jongens en de meisjes. Prachtig mooi leerschort, het is echt een geweldige kwaliteit. En we gaan nu een winnaar kiezen. Maar wacht even, ik doe nou ook een poedelprijs. Vorige keer deed ik er maar één. Hoop gezeik. Als je dan eenmaal begint met die drie prijzen, weet je wel, krijg je toch gezeik. Hè? Het is jammer. Dus we doen een poedelprijs. En de winnaar of winnares die ontvangt mijn goede dingen kruiden. En op zich, ik noem het de poedelprijs. We weten allebei. Is natuurlijk helemaal fantastisch. Goed, dan gaan we naar de random picker. Hij staat al klaar. Wie gaat die fantastische poedelprijs winnen? Daar gaat hij. Kies een winnaar. En de winnaar is... staat hij. Ik moet hem even iets vergroten, want ik zie niet zo goed meer als vroeger. Wouter van den... of van den... van de... Schrik. Met CK. Wouter VD Schrik. Wat schrijft Wouter? Super weer. Mijn dochter zou super blij zijn met deze schort. Met deze schort. Ja, nou ja. We kijken al jouw afleveringen steeds samen. Ze riep al, wauw, goede dingen. Nou, dat is leuk. Voor jou en jouw dochter. Want deze komen jouw kant op. En hopelijk volgende keer de grote prijs. Wie zal het zeggen? In ieder geval bedankt voor het meedoen. Gaat-ie. Pick another winner. Daar gaat-ie. En de winnaar is geworden. We hebben een winnares. De winnaar is geworden Ellen Holtman, met dubbel N. Ellen Holtman! Want Ellen schrijft, mijn zoontje is ook op jou geabonneerd. Ah, en je raadt al wie mij deze video heeft getipt. Ja, ik kan er maar één zijn natuurlijk. Allebei hetzelfde schort, zal ons niet misstaan en scheelt weer gezeik in de was. Dus goede dingen. Nou, helemaal mee eens. Ellen, geldt trouwens ook voor Wouter, laat eventjes je gegevens achter op ralfsgoeiedingen@gmail.com. Dus ralfsgoeiedingen, dus geen goede dingen, maar goeiedingen@gmail.com. Dan weten wij waar we die prijzen naartoe moeten sturen. Want de vorige winnaar heeft nog steeds niet gereageerd. Dus hij gaat naar iemand anders. Zo simpel is het, hè? Je moet wel kijken natuurlijk naar de prijsuitreiking. Nou ja, voor alle andere mensen weer super bedankt voor het meedoen. Ondertussen is er alweer een nieuwe giveaway. Dat weten jullie nog niet, maar die heb ik zojuist opgenomen. Ook dik de moeite waard. Dus mensen, blijf vooral kijken naar dit kanaal. En het wordt mooi weer, hè. Komt eraan. Ik zeg hoi.